Ja, zo super zonde. Zuur gewoon. Weet je, toen ik die 2-1 ook maakte, dacht nou, nu krijgen we een boost. En we gaan gewoon voor die 3-1. Weet je, dan maken we het gewoon af. Maar, zat dat erin? Volgens, wie ben ik, maar volgens mij wel. Ja, ik had het idee van wel. Ik vond, we hadden gewoon het betere van het spel. Alleen, we moeten onszelf nog meer belonen. We hebben gewoon ook schotkansen gehad. En ik denk, als we die scherper schieten, dan gaan die erin. En het is wel knap van die Argentijnen dat ze gewoon elke keer, dat als ze in de cirkel komen, dat ze rendement halen. Of een corner, een schot op goal of een goal. En dat is gewoon, je moet gewoon de hele wedstrijd scherp zijn. En dat zijn we even niet. En dan gebeurt dit. Hoe was het om in deze ambiance zo'n fantastische wedstrijd te spelen voor jullie? Ja, het is echt super gaaf. Het is jammer dat ze allemaal voor de tegenstander zijn, maar het is niet te omschrijven. Het is gewoon, weet je kan elkaar niet horen in het veld en dat maakt het ook lastig. Maar het is wel echt super. Jullie hadden signalen ook afgesproken onderling, geloof ik, hè? Voor als je elkaar niet kon horen. Ja, nou, we hebben geprobeerd in een training een keer met heel veel geluid te oefenen. Maar ik moet zeggen, het valt bijna niet te trainen. En je moet gewoon keihard naar elkaar schreeuwen. En zelfs dan hoor je elkaar niet eens. En dan vaak is het omkijken naar elkaar en met links en rechts je handen maar aangeven. En het zo proberen. Maar het is heel lastig. Een heerlijke pot. Vind jij dat jullie iets te verwijten valt na afloop? Nou, ik vind wel uiteindelijk dat we het zelf hebben weggegeven. We weten ook gewoon dat zij in de counter heel gevaarlijk zijn. En toch gebeurt het ons weer in die laatste twee minuten. Waar zit hem er dan in? Ja, als je dat zo zou zeggen, ik zou het niet zo snel weten. Het is gewoon een stukje scherpte. Koelheid dan misschien ook. Hè. Je ziet, zij krijgen die laatste counter en het hele stadion gaat schreeuwen. En dan kunnen wij elkaar niet meer verstaan in de communicatie. En, ik denk gewoon dat we dan proberen voor die bal te gaan en alles of niet spelen. En ja, helaas. Het was heel dichtbij, hè? De strafbal in de laatste minuut in reguliere speeltijd. Kim die de bal op de lijn nog plegt. Ja, dat is onwijs raar. Maar we hebben meer de wedstrijd van Argentinië gezien. En ze maken vaker in de laatste minuten die goals. Dus het zal wel geen geluk zijn. Het blijkt wel iets wat bij hun hoort. En dan moeten we voortaan scherp op zijn. Nog een halfjaartje en dan revanche. Ja, dat is sowieso. Goed gedaan.